Ben je er wijzer van geworden, van deze wedstrijd? Veel wijzer ben ik niet van geworden, helaas. Toch, de snelheid zit er wel in. Ook het overspelen, het is niet echt wachten, het is regelmatig. Maar je wint toch met 4-1. Ja. Nou, maar goed, we hebben gewoon een probleem met verdedigers, dus dat moeten we oplossen. Want dat stond in het verleden altijd, hè? Het verdediging van Hollandia, dat was klasse. Ik zeg net, ik mis een aantal verdedigers. Dus dan kun je wel een verdediging bestaan, maar als je de verdedigers niet hebt, heb je geen verdediging staan. Dus tegen Telstar moeten we iets anders gaan voetballen. En met deze oefenwedstrijd hadden we ons daarop willen voorbereiden. En dat ging niet. Dus daar ben ik niet wijzer geworden. En dat wij in principe meer snelheid en kwaliteit in huis hebben dan Blokkers, dat wist ik van tevoren al. Dus ben ik niet wijzer geworden. Wat ik wel wijzer geworden heb, dat Blokkers een aantal aardige voetballers heeft. Oké. Okay. Ja. Jeugd bij jullie? Ja. Is er weer uitgekomen? Sorry? De jeugd is eruit gekomen. Want je hebt er wel wat jeugdige spelers op. Ja, veel spelers van onder 21 deden mee vandaag. Dus ik zei al, we zijn niet compleet. Dus ik had aardig wat jongens van onder 21. En dan zie je wel dat om tegen derde klasses te spelen, dat dat in ieder geval voldoende niveau heeft. Vier klassen verschil, hè? Sorry? Vier klassen verschil? Dat zijn aardig wat klassen verschil. Maar wat ik zei, het was rommelig en dat reken ik mezelf aan, omdat ik wilde oefenen zoals tegen Telstar. Dus dat hebben we toen snel omgezet. Maar dan is het al een rommelige wedstrijd. En tweede helft, dan is het beter. Maar het komt ook, we moeten onszelf niet te rijk rekenen. Dat komt natuurlijk ook doordat Blokkers wel kwaliteit heeft, maar dat het fysiek nog niet op peil is. Dus dat we het naarmate de wedstrijd voor het makkelijker krijgen, komt niet zozeer onze kwaliteit, maar meer onze fysieke gesteldheid. Hebben jullie het hele jaar verder doorgetraind? Nee, we hebben vanaf oktober niks meer gedaan. En maart zijn we weer begonnen, maar het was vrijblijvend. Dus met een wat kleinere groep. En vanaf juni zijn we wat regelmatig gaan trainen. Afgelopen week ook nog gespeeld tegen VVW uit, 0-2. Ja. Waren jullie toen nog wat completer? Ook niet. Maar tegen VVW, toen speelden we gewoon zoals we altijd spelen. Dus toen was ik niet bezig met de wedstrijd tegen Telstar. Maar dat was ook een moeizame wedstrijd. Slecht weer, regen, kunstgras, glad. En VVW had een wat defensievere spelopvatting. En ze voerden dat goed uit en waren heel gedreven. Dus het was geen makkelijke wedstrijd. Vorig jaar hadden we een fantastische voorbereiding. En toen de bekerwedstrijd was het dramatisch. En verloren de eerste competitiewedstrijd. Daarna herpakten we ons. Dus misschien is het wel goed om een keertje rommelig te beginnen. Zo'n oefenwedstrijd. Wat geeft het eigenlijk voor voldoening? Ja, goed, dat we weer kunnen voetballen, dat is natuurlijk goud waard. En dat hebben we de eerste helft ook gedaan, vond ik. We hebben bijna een jaar stilgestaan. Ja, dan mag je weer voetballen en dan is dat niet anders dan mooi. Ja. Wat ben je wijzer geworden? Nou, deze wedstrijd stond niet in het teken om wijzer te worden. We hebben wel een aantal dingen geprobeerd natuurlijk. We hebben afgelopen dinsdag zijn we daar al mee begonnen tegen HSV Sport. Ja, 6-1. Ja, en dat ging op zich heel aardig. Maar goed, daarin merk je natuurlijk ook de tegenstand is wat minder dan bij Hollandia. Ik moest wel zeggen dat vandaag op basis van de eerste helft dat ik vond dat wij de bovenliggende partij waren. 1-1. Iets meer in balbezit ook. Aan de andere kant zie je natuurlijk dat Hollandia een grotere selectie heeft met jongere jongens die watervlug zijn. En dat nekte ons in de tweede helft. Want na 5 minuten of 10 minuten in de tweede helft zag je dat de krachten wegvloeiden bij ons. Logisch. Ja. Anand was niet zo erg tevreden over zijn achterhoede. Jij wel? Ik vond het uitstekend gedaan. Voor de wissels stond het als een huis. En dat zag je ook wel terug. En Hollandia liet zich lichtelijk inzakken, waardoor wij ruimte kregen om de bal rond te spelen. En dat deden we veelvuldig. Maar na rust waren hun veel sneller? Ja, veel sneller, sterker, fitter. We trainen ook drie keer in de week. Wij hebben deze week helemaal niet getraind. We hebben afgelopen dinsdag nog wel geoefend tegen HSV Sport. Maar goed, dat is niet de krachtmeting is niet zozeer dat we tegen Hollandia 4-1 verloren hebben. Maar het is meer van wat zijn de mogelijkheden voor komend seizoen. Hebben jullie versterking gekregen? We hebben met Diovaris en met Kayo hebben we versterkingen erbij gekregen. Het is nog even afwachten wat Mauro gaat doen. Mauro komt ook over van Always Forward. En we hebben natuurlijk wel een aantal spelers weg zien gaan. Yassir, Floris, Yusuf.
En als ik er nog eentje vergeten ben, dan het zij zo. Maar het is al met al is het ongeveer gelijk gebleven. Beetje onsympathiek zijn er ook mensen weggegaan, hè? Nou, in welk opzicht doe je? Nou, de beer van Blokken. Ja goed, daarin hebben we natuurlijk altijd wat dingen gezegd en geroepen. Daar wil ik het bij laten. En, uiteindelijk is het jammer dat de speler weggaat. En we wensen hem al het goeds toe. Maar wij moeten verder als de Blokkers. Ja. Zijn er kansen in de derde klas? Nou, dat weet je niet van tevoren, dat kun je niet zeggen. Wat wij wel weten is dat we moeten bouwen aan een nieuw team. En dat wij langzamerhand die spelvreugde en dat de manier van spelen erin krijgen. Zodat we beginnen, op dezelfde voet beginnen als we het afgelopen seizoen gedaan hebben. Dat was ook goed. Volgende week staan jullie een maand stil, zeker, vanwege de bouwvak en zo en dergelijke. En dan beginnen jullie weer in augustus? Ja, inderdaad. We gaan 10 augustus gaan we beginnen pas. 6 weken voor de competitie begint. Beker? Nee, dan gaan we beginnen met de voorbereiding. Ja, 3 weken voorbereiding met oefenwedstrijden. Daarna komen 3 weken bekerwedstrijden. En dan zitten we ergens op 25 september. En na deze wedstrijd nog een oefenwedstrijd? Nee, Zwaluw had nog wel gevraagd voor aanstaande zaterdag. Maar die jongens die hebben vakantie. En het is nu over en uit. Ik ga zelf ook volgende week op vakantie. En dan hopen we met een frisse blik een nieuw seizoen in te gaan. En dat we mogen blijven voetballen en dat er geen lockdown komt. Want dat is het allerbelangrijkste op dit moment.